Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen meteen in Slowakije. Want de koning en de koningin zijn daar op staatsbezoek. Vanochtend kwamen ze aan op het vliegveld in Bratislava samen met Wopke Hoekstra. Maar die durfde het vliegtuig niet uit te stappen. Hier, kijk. Hij blijft daar gewoon boven aan het trapje staan. En ik heb erover nagedacht. Weet je, ik denk dat hij gewoon nog midden in dat spelletje zat. Dat je de grond niet mag raken. Weet je wel? Bratislava is lava. Ja, toch? Ik denk het wel. Lijkt me wel. Straks meer over Wopke, maar ik wil eerst even naar een bericht dat ik ook vanmorgen zag. Ongelijkheid in samenleving is structureel en hardnekkig. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau wordt je maatschappelijke positie door allerlei verschillende factoren bepaald. Je positie hangt niet meer alleen af van geld, opleiding en beroep. Ook van wie je kent, hoe je conditie is en of je nog een beetje aantrekkelijk bent. Ja. Klinkt ook een beetje als je positie op de banga-lijst van die gast. Maar volgens het Sociaal Cultureel Planbureau kun je Nederland verdelen in 7 sociale klassen. Dit zijn ze. Hier, kijk. De bovenste 20% is de werkende bovenlaag. En die gaan gewoon wel lekker. Weet je wel, ze geven hun leven een 8,1. Ze zijn hoog opgeleid en ze heten opvallend vaak Sanne of Tim. Of hebben elitenamen als Floris en Charlotte. Dus ja, Floris, het is heel vervelend op de basisschool dat je naam ruimt op clitoris. Ik bedoel... Ik kan het weten, ze noemden mij altijd Arjen Lulbak. Maar je moet even doorbijten en je beloning ligt hier. Nou, dan hebben we daaronder die werkende bovenlaag heb je de jongere kansrijken en de groep rentenierende bovenlaag. Dat zijn ook niet echt mensen waar we ons zorgen over hoeven te maken. Behalve natuurlijk of ze niet door hun rug gaan als ze weer die kruiwagen dividend naar binnen moeten rijden, toch? Vanuit je knieën, Roderick! Wat zei ik nou? En dan heb je een grote middengroep en bijna onderaan heb je dan de onzekere werkenden. Die hebben een laag zelfbeeld, zijn vaker werkloos en heten vaak Mark en Laura. Al komen ook Fatima en Mohammed voor. Hoezo moeten Fatima en Mohammed dan meteen weer voorkomen? Ik bedoel, wat hebben ze dan gedaan? Zo... Oh, nee, sorry. Nee, oké. Ja, nee, sorry. Ik snap hem. Oké. Nou, en dan de onderste 6,3%. Dat is de groep die het moeilijkst heeft. Vaak wonen zij in een huurhuis en hebben ze alleen de basisschool afgemaakt. En deze groep wordt het precariaat genoemd. Dat is een samenvoeging van de woorden precair en proletariaat. Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Bij mensen zonder middelbare school moet je altijd zoveel mogelijk woorden met Latijnse herkomst samenvoegen. Daar help je ze ontzettend mee. En... Ah, nee, ja. Jonathan belt. Wacht even hoor. Momentje. Ja? Hallo? Huh? Arjen, shit, sorry. Ik probeerde mijn makelaar te bellen. Wat? Nou heb je het verkeerde nummer gebeld. Ja, echt, maar jouw nummer is toch 0651... Nee. Ik zit midden in een uitzending. Dat is niet handig. Nee, maar waarover gaat het dan? Ja, over dat SCP-onderzoek. Van... Oh ja, dat klopt niet, hè? Hoezo klopt niet? Hoezo klopt dat niet? Ja, maar ten eerste, dat woord precariaat, toch? Superdom woord. Doe dan vroebers, toch? Frituur, sloebers, vroebers. Nee, Jonathan, nee. Ja, en bovendien, ik zie categorieën als bovenlaag en onzekere werkende. Maar waar zit jij dan bijvoorbeeld? Want ik zie onzekere bovenlaag er niet bij staan. Oké. Onzeker, hoezo? Ja, zo van, oh, kwam ik maar zo goed uit mijn woorden als Jonathan. Ja, oké, ja, dankjewel. Ja, zo kan hij wel weer. Ja, en laten we eerlijk zijn, de oplossing is best wel simpel, toch? Voor die mensen onderaan de ladder. Geef je kinderen gewoon een nette naam. Ja, hè? Maar, ja, oké, maar als dat nou bijvoorbeeld te laat is... omdat je kind bijvoorbeeld al Rodney heet... Ja, je kan toch liegen? Hoe bedoel je? Maar ik heet toch ook niet echt Jonathan van het Rieven? Ik ben geboren als Johnny Kluun. Johnny Kluun? Is dat echt waar? Nee, natuurlijk niet. Maar je geloofde het en zo makkelijk is het dus. Oké. Maar, nee, maar dan hebben ze nog steeds niet het netwerk. Hè? Je moet ook mensen spreken die een bevoorrechte positie hebben. Natuurlijk. Ja, en daarvoor kunnen ze dus altijd bellen met Arjen Lubach 0651. Nee. Dankjewel, Jonathan. Over kansrijke jongeren gesproken, Wopke Hoekstra. Die heeft het lastig, want het gaat niet zo goed met het CDA. Voor de jongere kijkers, het CDA, dat is een soort Facebook. Ja, vroeger heel groot en nu zit alleen oma Riet er nog bij. En toch gaat het nooit helemaal weg. Kijk, hier, halvering dreigt voor het CDA. Kiezers lopen over naar BBB en jaar 21. Ja, de CDA-stapel wordt misschien wel gehalveerd. Ja. Voordeel, zo gaan we de stikstofdoelen wel makkelijk halen. Nadeel, Geen idee. Maar kiezers lopen dus weg en dat heeft ook te maken met de leider. Hier, het vertrouwen in CDA-leider Wopke Hoekstra is al jaren laag. Het laagste van alle leiders. Van alle leiders, hè? In Nederland. Dus mensen hebben nog meer vertrouwen in Jeffrey Hogenbeek, voorzitter van de leerlingenraad van het Actia College in Amersfoort. Terwijl... Ja, applaus voor Jeffrey. Terwijl ik denk ook, hoe vaak moet die jongen nog te laat komen, weet je wel? Maar okay. Hoekstra probeert wel gewoon campagne te voeren. Gisteren zat hij bij Thijs van den Brink en die vroeg Hoekstra of hij zich verantwoordelijk voelt voor die slechte peilingen. Welk deel van die daling rekent u zichzelf aan? Ja, luister, het is heel simpel. Je wil als partij groeien en je wil zoveel mogelijk zetels. Dus elk deel, en zo zit ik ook karakterologisch in elkaar, elk deel reken ik in de eerste plaats mezelf aan. Ja, dat klinkt heel nobel, maar hij zegt dus eigenlijk een week voor de verkiezingen, elk deel van de slechte peilingen komt door mij. En hierna kwam hij in een soort negatieve spiraal waar hij niet meer uitkwam. Wij bevinden ons in een buitengewoon lastige fase. Die gaat nog even duren. Daarin gaan er nog allerlei dingen mis. Ga ik ongetwijfeld ook nog allerlei fouten maken. Kijk, hier wil je bij horen, hè? Ja. Hoekstra zegt gewoon tegen de kiezer... met u gaat het misschien wel slecht, maar wat dacht je van het CDA? Maar hij zei dus ook, hoe slecht het ook gaat bij de verkiezingen... ik blijf sowieso partijleider. U zegt, als het volgende week heel erg tegenvalt... ik blijf leider van het CDA. Er is geen haar op zonder meer. Nee, ja, echt? Ja, zonder meer. Oké. Ja. Dat is bijzonder. Ja, Thijs van den Brink kan het bijna niet geloven. En dat wil in zijn geval wel wat zeggen. Ook al halveert de partij. Dan nog zegt u, er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om iets anders te... of in ieder geval te stoppen met het CDA-leiderschap. Nee, ik ga daarmee door. Ja, Wopke Hoekstra gaat door tot de laatste CDA-stemmer begraven is. En dat heeft iets heldhaftigs, hè, maar ook wel iets doms. Want met dit soort uitspraken is dit hoe je dan in het nieuws komt. Ik stap niet op, ook niet als het CDA halveert. Dat is niet echt een wervende campagneslogan. En bij De Telegraaf wordt het nog erger. Wopke Hoekstra stapt niet op als CDA-leider... als zijn partij volgende week wordt gedecimeerd door de kiezer. En Wopke Hoekstra zegt dus, ja, we gaan ten onder, maar wel met mij. En dat is eigenlijk ook wel wat je een beetje proeft in hun nieuwste verkiezingspotje. Op 15 maart kunt u natuurlijk stemmen op het CDA. Maar naar alle waarschijnlijkheid gaat u dat niet doen. Deze verkiezingen zijn cruciaal voor Nederland. Maar niet voor mij persoonlijk. Want wat er ook gebeurt, ik blijf partijleider van het CDA. Ook als we halveren. Juist als we halveren. Want halveren, dat gaan we. Mijn naam is natuurlijk Wopke Hoekstra. En dat blijft zo. Daar mag u mij de komende jaren aan houden. Ik blijf het CDA leiden. In slechte dagen en in verschrikkelijke dagen. Als het tegenzit en als het tegenvalt. In ramp en tegenspoed. Ook al krijg ik een fietsongeluk en moet ik daarna door het leven met één been, sterk verminderd zicht en chronische vermoeidheid. Ik blijf CDA leiden. Want Woppert is geen stopper. Ik geloof in een sterk CDA, maar niet in een groot CDA. Dus halveer mee. En stem 15 maart, BBB. Wat er ook gebeurt, altijd Wopke Hoekstra. Wat er ook gebeurt. En dit was meteen het CDA. Straks kijken we wie eigenlijk de boerenprotesten betaalt. En Wopke Hoekstra is de gast. Maar eerst toch even dit. Eén op de 4 mensen heeft last van aambeien. Deze toevallig alle 4. Aambeien. Praat erover. Maar niet te veel. Read the room. Hollandseaanbeien.nl. Mijn volgende gast groeide op in Schotland. Hij spreekt 17 talen en hij is helaas verhinderd. Geef mij de gelegenheid om te zeggen dat de hele uitzending van de avondshow terug te kijken is op NPO Start.